Goedemorgen allemaal. Rio is vandaag 12 dagjes oud. En ik ga vanaf nu weer proberen om wekelijks video's aan te leveren. De afgelopen video was eigenlijk de afgelopen maandjes. 2 maandjes denk ik. Daar is onze trots. 24 uurtjes oud. Kleine Rio. Nu komen er gewoon weer weekvlogs. Nou ja, de afgelopen dagen waren heel weinig slaap. Ik krijg superveel hulp van Dave. Maar ja, als die 's ochtends moet trainen, laat ik hem gewoon de hele nacht liggen. Dus zal ik er zelf om de 2 à 3 uur uit moeten. En dat heb ik dus gedaan. Heel weinig slaap. Afgelopen 2 dagen was hij echt om het 1,5 uur wakker. Dus dan doe je gewoon geen oog dicht. Mijn hersenen functioneren ook niet zo heel goed. Maar goed, verder niks te klagen. Hij is over het algemeen heel erg lief. Je hoort hem bijna niet. Hij eet heel goed, dus ik heb het idee dat hij ook goed groeit. Volgende week gaan we voor zijn check-up. Dus dan hoor ik of hij genoeg binnenkrijgt. Borstvoeding gaat ook nog steeds oké. Al vraag ik me af of ik nog genoeg melk geef, maar dat weet je dus nooit. Dus ik kolf af en ik leg hem aan de borst. Nou, afgelopen nacht was ik dus voor het eerst, waren we met z'n tweetjes. Dave was in hotel omdat hij vandaag een wedstrijd heeft. Als het goed is gaat hij een paar, ongeveer 30 minuutjes invallen vandaag voor het eerst weer. Dus dat is super leuk. Dus we gaan ook met z'n tweetjes kijken. Ik vond het in eerste instantie een beetje spannend om zo met z'n tweetjes te zijn. Want als er wat is of het gaat niet goed, dan ben ik toch echt alleen. Er is niemand die ik even kan bellen. De enige optie is dus naar het ziekenhuis gaan. Alles is eigenlijk goed gegaan. Hij heeft nu 's nachts best wel lekker doorgeslapen. Zelfs 3,5 uur. Dus dat is het meest wat hij tot nu toe heeft geslapen. Dus dat was voor mij ook wel lekker. En ik merk gewoon dat ik steeds handiger word. De eerste 2 dagen als ik een pakje aantrok, dan deed ik er 1 uur over. Want dan wil je het snel doen. En als je het snel wil doen, dan gaat het niet op. Ja, gaat het eigenlijk hartstikke goed. Ik ben heel happy. En ik ben dus nooit meer alleen. Dus dat is ook wel gezellig. Dit is dus zo'n sleeping nest. Bird nest. Ze noemen het allemaal anders. Maar ideaal. Wij leggen hem steeds op de bank. Want ik heb een co-sleeper in mijn slaapkamer. Maar je kan hem dus ook tussenin in bed leggen. En ja, ik vind het echt heel erg handig. Wat me dus is opgevallen is dat je dus nooit meer de deur achter je dicht kan trekken zonder na te denken, zeg maar. Normaal moest ik alleen maar denken, heb ik mijn telefoon, mijn portemonnee en mijn sleutels? Soms ging dat zelfs mis. maar nu moet ik dus over alles nadenken. Dus eer dat je de deur uit bent, dat duurt echt super lang. Wat ik dus ga meenemen, zo naar de wedstrijd. Een flesje water, om het flesje om te spoelen. Ik moet zo nog even een flesje afkolven. Een speentje. Wat luiers. 2 hydrofiele doeken. Ik neem een dik dekentje mee. Die leg ik in zijn wagentje. En een dun dekentje. Luier, doekjes. Schoonmaakdoekjes. Ja. En dat was het eigenlijk. Dit vak is echt ideaal. Die heb ik op Amazon besteld, zodat je alles nog wel een beetje kan sorteren.
heeft gewonnen. Zit je schild te kijken? En wat ben je lief geweest? Wat ben je lief geweest? Nou, we hebben de wedstrijd overleefd. Oh, ben je het er niet mee eens? Wat is er, moppetopper? Nee, jij bent echt zo ontzettend lief geweest. Ik heb jou niet gehoord. Met alle geluidjes en mensen die aan je zitten. Zo lief ben je geweest. Nou, we hadden echt mazzel, want we mochten met z'n tweetjes, Rio en ik, bij de president in de box met zijn vrouw. En die waren super lief. Ze kwamen met kopjes thee aan en kregen allemaal hapjes. En ze zeggen, ja, maar naar de wc, dan let ik wel op. In het begin ben je een soort van leeuwin en heb je zoiets van, ik wil niet dat iemand anders mijn kind vasthoudt. Maar het was een super lieve vrouw en dat kon absoluut geen kwaad. Het is bizar, want iedereen vraagt, hoe oud is de kleine? Dus dan zeg ik, nou, 12 dagen. Wat is er, schat? Wat is er? 12 dagen. En dat kunnen ze hier bijna niet geloven, want alle Koreaanse vrouwen blijven eerst 3 weken in het ziekenhuis. 100 dagen thuis. Dus als ik iedere keer zeg van hij is 12 dagen, denken ze dat hij 12 weken is. Ik ben misschien wel heel actief al, maar ik moet eerlijk zeggen, ik pas al mijn normale kleding ook weer. En ik heb hier geen andere keus, want ik heb niemand die hier eventjes de kleine vast kan houden of die een boodschap voor me kan doen. Dat moet ik natuurlijk allemaal zelf doen. Verder, ik ben echt moe, dus ik praat heel onsamenhangend, merk ik. Verder is Dave de laatste 10 minuten ingevallen. Dus die heeft voor het eerst weer gespeeld. Dus dat is heel fijn. Dat ging hartstikke goed. En die komt hoop ik zo thuis. Dus het is vandaag Vaderdag. En mijn vader is natuurlijk net weer terug naar Nederland. Maar Dave is natuurlijk de vader van Rio. Dus ik heb voor Dave een kleinigheidje gekocht. En een kaartje. En een ontbijtje op bed gebracht. Wat ik heb gegeven is dus een box waar je telefoon, je laptop en je iPad op kan aansluiten. Omdat hij en zijn teamgenootje zat op de kamer muziek luisteren. Maar altijd via hun telefoon, dus slecht gelet. Maar nu dacht ik dus dat het was voor als hij op trainingskamp was of een nachtje in een hotel. Maar nu luistert hij hier dus de hele dag keihard muziek. Nou vind ik het niet heel erg, maar volgens mij is hij er dus wel blij mee. Cadeautje hebben we dus gisteren gehad van de agent van Dave. Superleuk. Ik weet nou niet wat Rio ervan vindt, die moet er van wennen. Maar daar komt dus muziek uit. En dit is Dave's boxje hoor, wat je hoort. Maar je kan er wel muziek op aansluiten. En nu hoor je een soort van waterbeekje er doorheen. En je kan dus allemaal verschillende standen. Ik hoop dat jullie mij horen nog door Dave. Waar gaan we in, schat? Home Plus. We gaan dus naar de Home Plus. En de Home Plus is een soort hele grote supermarkt. Waar we al eerder zijn geweest. En hier noemen ze dat dus Home Plus. We gaan even met z'n drietjes, want Dave gaat morgen weer 4 dagjes naar Japan. En ik heb gewoon van alles nodig. Vooral babywasmiddel, want ik had niet gedacht dat ik mijn ongeluk zou wassen. We hebben nu ook iets te grote luiers, dus we moeten andere luiers. En dat lost ook weer het probleem op. Dat we dus niet zoveel was hebben, want ik moet hem nu dus 4 keer per dag verschonen, omdat hij een soort van doorlekt. Dus dat moeten we hebben. Veel water. We moeten nog meer hebben, schat. Dus wasmiddel, water, luiers. Murumashibo. En wat nog meer? Nou, gewoon wat groente, fruit, gezonde dingetjes. Dus op naar de Home Plus. Kleine Rio, shop mee! Je hebt geen krabwandjes nu aan. Dat vind ik wel een beetje gevaarlijk. Klein poppetje.
Dave die is vanochtend heel vroeg om 7:30 de deur uitgegaan. En die is naar Japan vertrokken voor 4 dagen. Was ik eigenlijk een beetje chagrijnig. Of, nou, niet chagrijnig, maar ik vond het niet heel leuk natuurlijk. Maar hoort er allemaal bij. Maar toen, gisteren plotseling, zijn we even bij Dango. Het Italiaantje wat hier beneden zit, waar we wel vaker eten. Gingen we even wat eten. En ik wilde lekker in mijn joggingpak gaan. En toen zei Dave, oh nee, doe leuk je stippeljurk aan die je al de hele dag aan hebt. En toen dacht ik, nou, als jij het wil. Ik zeg, ja, gaan we het even gezellig maken vanavond. En oké. En ik loop naar beneden en daar stond echt de grootste verrassing te wachten. Want mijn twee zussen die zijn dus overgevlogen. En die zouden eigenlijk pas volgende maand komen. Het zijn eigenlijk mijn twee jongere zusjes. Dus dat was een soort van all you need is love moment. Ik moest super hard huilen, zij ook. En gewoon heel fijn dat ze de eerste... in de eerste weken van Rio's leven toch hier zijn. En ze zijn er maar voor 5 dagjes, want Kaylee, zusje onder mij, die is 3 jaar jonger, die heeft een kleintje van 3, dus die moet ook gewoon weer terug naar huis. En Sky moet gewoon weer naar school, die had de leerplicht op zich af. Die is hier natuurlijk al geweest. Ja, dus dat is echt super, super leuk. Dus ik ben gelijk niet meer verdrietig of wat dan ook. Ze gaan met mij Ulsan ontdekken. Dus Sky weet al een beetje waar ze heen wil allemaal. Voor Keel is het allemaal nieuw. Ja, ik ben gewoon heel erg blij. Echt heel erg blij. En ze hebben me vannacht super, super goed geholpen. Kaylee is natuurlijk al super handig met kleintjes. En die is stapelgek op kinderen. Dus die had toch een jetlag. Dus die heeft de hele nacht voor me overgenomen. Dus ik ben lekker uitgeslapen. Dus dat is ook super fijn. Sky, je mag wel iets vrolijker kijken als je bij je zus bent. Ja, daarom kijk ik zo mee. Kijk, dat is het handige. Als je zus hier is, die kan dan de luier verschonen. Oh, als je lievelingstante er is, hè. Sky, laat even die schoenen zien wie je hebt gezien. Ja. Nou, ik twijfel dus dat zijn een beetje aan de prijs gekomen. Maar ik vind het gewoon een hele leuke aanvulling aan mijn schoenencollectie. Die achterkant vind ik vooral heel luchtig. Stylish. En lekker makkelijk, wij hebben zo in vloggen. Maar het mooiste aan de zon. Camel toes. Ja, nee, ik vind het handig. Ja, lekker luchtig. Knippen. Moet je iets wel meenemen of zo'n takje van de straat? Kaylee zit achter de deur. Kaylee wil dus nooit goed antwoorden. Maar die vriend gaat mooi niet op. Dus ik ben dus nu gezet bij die award. Ik probeer heel goed te gaan vertellen. Zijn een beetje kijken. Maar Kaylee is er ook. En ja. Ik wil je wel even interviewen. Wat vind jij van Ulsan? Dat vraag ik aan iedereen. Wordt maar krachtig. Ja, toch? Tot nu toe wel, maar je neemt het natuurlijk alleen maar naar de leuke plekjes. Ja, tuurlijk. Ik ga ook alleen maar naar de leuke plekjes. Kan er? Nee, dat wil ik niet, Sky. Sky, die mensen kijken er wel. Maar die slaap moet je wel lekker volgens mij. Die heb je op zitten kranen. Ik heb 1 slaapbaantje gehad. Ik ook. Dat was Katie. Oh. Yay, dit heb ik zo lang niet mogen eten. Rauwe zalm. Ja. We zijn dus nu onderweg naar het ziekenhuis. Dan krijgt Rio denk ik zijn eerste prikje en check-up. Dus ik ben heel benieuwd hoe alles is gegaan. Ik denk dat hij wel is gegroeid, maar ik zie hem natuurlijk iedere dag. Dus ik weet niet of dat... dat ook zo is. Verder krijgt hij nu een beetje kleine bultjes in zijn gezicht. Kaylee, mijn zus, expert, die zegt dat het heel normaal is. Dus daar ga ik ook van uit. Deze nacht zijn iedere nacht heel behulpzaam geweest.
En zijn zij steeds 's nachts wakker gebleven. En ze hadden een jetlag, dus het kwam mooi uit. Maar die hebben nou, ook ieder uur van de klok gezien natuurlijk. Maar vannacht kon ik ze niet wakker maken. Ze hebben de hele nacht doorgeslapen en naar Love Island gekeken. Dat wist ik dus niet, maar ze waren dus het 5:30 wakker. Als ik dat had geweten, had ik al lang de beep gebracht. Dus toen ik vanochtend om 6:30 de kamer inkwam, werd er niet geantwoord. Niet echt enthousiast gereageerd van, oh, ik doe het luier wel. Dus toen was ik vanaf 6:30 wakker. Maar ik heb de afgelopen dagen meer geslapen als de week ervoor. En morgen gaan ze alweer weg. Dat is niet zo leuk, jongens. Nee, sorry. Eskai? Is dat zo? Dat is zo. Til, zeg ook even iets voor de vlog. Even een paar sfeershots. Wil je ice latte, Sky? Nee, ik ben misselijk. Oké, Til, vertel even over hoe je het tot nu toe hebt ervaren hier. Ik vind het wel meevallen, de shock. Ja? Zeg even, je bent een beetje saai. Nee, maar ja, nee, maar het valt ook heel erg mee hier. Mensen zijn een beetje asociaal. Moet het er maar mee doen. Nee, maar het valt ook heel erg mee. Het is gewoon meer dat je hier alleen zit. Ja, tuurlijk dat wel. En je kan moeilijk iets duidelijk maken als je wil. Ja. Waar je heen wil. Toen ik in Londen alleen zat, ging ik ook steeds janken. Ja, ja, maar dan zit je in Londen. Ja. Ik bedoel, zeg maar, als je gewoon de taal zou kunnen spreken, zou het niet heel lastig zijn. Nee, misschien moet ik ook maar de taal gaan leren. Dat is ook de bedoeling, maar daar moet je wel heel veel geduld voor hebben. Je woont hier maar 2 jaar. Ik zou je tijd er niet aan. Maar het is wel grappig als je de taal kent. Ja, ja, lijkt me best leuk. Maar we kennen al een paar woorden. Ja, Sky, doe even een woordje Koreaans dan. Doe even. Opzo. Lesson. Opzo. Wat betekent dat? Is op. Hebben we niet. Kamida. Dat is toch dankjewel. Ja, dat weet ik. Annyeonghaseyo! Bijna. Wat dan? Annyeonghaseyo. Toch? Ja, toch? Bijna. Daar waar dat groen is, is normaal de gebraden pissen bij de kraan. Je werkt alleen niemand. Ja, ze liggen vast aan de tomaat. Oh. Schattig. Ik vond dat t-shirt in schattig. Wel een beetje meisjesachtig. Heel meisjesachtig. Doe jij hem even plat. Kukkie hoog. Dat is om te waarschuwen dat het heel pittig is. Leuk. Keel? Ja? Zoek maar iets uit. Kijk maar. Ik kan het niet helemaal uitspreken, maar... Snijden. Je ziet het staan. In mijn naam, kom op. Hele dikke dingen. Zing even mee. Let even, wat ben jij? Yoghurt, banaan en aardbei. Ik was hier nog niet geweest, Jo. Vorige keer. Dit is onderweg naar de leuke tassenwinkel. Naar de leuke tassenwinkel? Ja, daar is die snor. Oh ja. Maar, oh, daar is die koepel. Ja, slapen ze moeten er anders uit. Ja, heel anders. Kiel, ga even leuk voor de foto hiernaast zitten. Ja. Doe me leuk. Kiel, deze is leuk. Met Chin Chin. Het hoesje. Oh, het is een museum. Jongens, het is een museum. Ja. Maar we kunnen niks eten. Ik slaap echt wel straks een deur dicht gaan. Ik denk dat ik experimenten ga gebeuren op zo'n grond.
this is singer about 70 years. 70 years ago. Okay. Ik zit helemaal echt een museumtour te doen voor die vrouw. Is het heel leuk? Ja. Is het leuk? Oh shit. Joe. Je moet echt mijn lach inhouden. Joe, please doe de boogie. Hier, wil. Heel leuk, joh. Oh nee. All the Korean popular music. Geef over aan Sky. Random dancing. We dachten dus dat we nu naar een leuk uitgaansgebeuren gingen, maar we kwamen bij een historisch museum over jazz bands in Korea. En we mochten gratis naar binnen. En het was niet heel groot, gelukkig. En die vrouw was denk ik heel blij dat we er waren. Hey jongens, dat het echt het Rembrandt Rijksmuseum of zo was. Nou, dat zo weet groot. Ik niet. Die vrouw. We deden het eigenlijk voor die vrouw. Ja, ja, het vullen op. Maar ik moest echt mijn lach inhouden toen ik die koptelefoon opkreeg. Je ziet wel wie ik het vuile werk laat opkrijgen. Niet voor niks. Kijk, dat is de rottante. Jawel. Dat is de verse lievelingstante. Nee. Jawel. De lievelingstante zorgt ervoor dat hij lekker schoon. Kijk, hij huilt helemaal door jou. Die zat er maar. Zo'n uitzicht, hè? Het is een mooie dag in Ulsan. Wel, dit is Hyundai. Wat is dit? Ja, dit is Hyundai. Hyundai. Dit is de mall. Weet je nog? Maar ben ik er niet van. Niet in? Nee. Het is niet lekker. Mijn zussen die zijn net een half uurtje de deur uit. Was wel weer even janken geblazen. Niet. Ik ben ook extra gevoelig nu, denk ik. Maar gewoon het idee dat ik ze pas over een half jaar weer zie. En ze hebben me echt ontzettend goed geholpen. Daar was ik echt heel blij mee. Echt beter dan gedacht. Mijn zusjes zijn ook natuurlijk wel jong. Maar heel fijn, want Kaylee wist gewoon heel veel. En ook dingetjes waar ik een beetje onzeker over was. Kon Kaylee me meehelpen. Want die heeft natuurlijk die kleine van 3. Het was wel echt een onwijze verrassing. En morgen komen de ouders van Devo weer. Dus dat is ook weer heel gezellig. Daar kan ik het heel goed mee vinden. Kleine is onwijs lief geweest ook. En Dave komt vanavond weer thuis. Het blijft nog steeds wel rumoerig. Is nu mijn kant van de familie geweest en zie ik die pas met de kerst weer. Gelukkig is er FaceTime. Dat scheelt wel echt in deze tijd. Want vroeger toen mijn zusjes en ik met mijn ouders in het buitenland woonden. Hadden we net een webcam en konden we op MSN. Maar toen we in Japan woonden konden we bijvoorbeeld pas om 3 uur kwamen de kinderen natuurlijk uit school. En dan was het bij ons in de nacht. Dus dan mochten we echt een half uurtje op de computer per persoon. En ja, we konden niet te lang bellen natuurlijk met familie. Want en je had toen ook nog geen FaceTime. Maar dat was hartstikke duur. En nu kan het allemaal wel, dus dat scheelt wel. Zielig. Een trio heeft steeds last van krampjes. Dat is echt het enige moment wanneer je hem hoort. Met de krampjes. Ik weet dus niet of ik het had verteld. Maar gisteren zijn we dus naar het ziekenhuis geweest. Alles was oké. Ze hebben zijn reflexen en alles getest. En de testjes die al met hem waren gedaan, hadden we de uitslag van. Die waren allemaal goed. En hij woog 3,3 kilo toen hij geboren was. En hij woog nu 3,9. En ze moeten iets van een kilo per maand aankomen. Dus dat is boven het gemiddelde. Dus hij doet het hartstikke goed. Zo ben je wel op je knapst. Deze ouders zijn hier al lekker 3 dagen. Echt wat super duper fijn is, omdat ik gewoon weer hulp heb. Ik merk wel dat de vermoeidheid er nu langzaam uitkomt. Dus dat ik nu veel aan het slapen ben in plaats van het wandelen. Maar gelukkig kan dat nu.
Bianca, mijn schoonmoeder en ik hebben vandaag even onze nagels gedaan. Dus dit is ook altijd lekker. Dus opa heeft even opgepast. Dave heeft in een hotel geslapen. Rio heeft vannacht eventjes bij opa en oma geslapen. Dus dat gaf mij de kans om ook een beetje bij te slapen. En we gaan vandaag naar de wedstrijd toe. Dat is voor mij weer de reden om me eventjes op te maken en dat soort dingen. En we hebben wat hapjes, chipjes en dingetjes meegenomen. We zitten dit keer volgens mij niet in de box. Miss Lee ging nog even kijken of ze dat kon regelen. Voor mij maakt het echt geen reet uit, maar voor die kleine misschien met vuurwerk en harde muziek en hard geschreeuw is dat wel fijn. Maar goed, dat gaan we zien. En anders denk ik dat ik even een koptelefoon meeneem. Ik weet niet of hij die past, maar dat is misschien wel handig. Verder moet Dave echt winnen, of zijn team natuurlijk. Want dan zijn ze weer door in de Champions League. Dan zitten ze bij de laatste 8. Dus dat is echt super spannend voor ons. Ik heb gisteren niets meer gefilmd van de beelden van de voetbal. Omdat het eigenlijk erg teleurstellend was. Ik kan ook niet zo goed tegen mijn verlies. En ik ben het eigenlijk gewoon helemaal vergeten. We hebben dus 3-0 verloren. En dat betekent dat we uit de Champions League liggen. Dus dat is heel jammer. Maar goed, laten we het positief bekijken. We gaan nu gewoon voor de... Of althans Dave, maar ik dus ook een beetje. Voor de K-League in de competitie om daar eerste te worden. We staan er nog steeds bovenaan, dus dat is heel erg positief. Dus ja, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Het is super jammer dat we uit de Champions League liggen. Maar goed, dat betekent wel dat we dus eerder naar Nederland komen. In plaats van december, dat we ergens half november komen. Ja, daar ben ik stiekem dus wel een beetje blij mee. Nou, dat was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden. En dat jullie weer een beetje een inkijk van mijn week hebben gekregen. Want dat was voor het eerst nu weer. Ja, en tot de volgende keer. Vergeet niet te liken en te subscriben.